Deze beschouwing die is naar aanleiding van een advertentie die ik al een paar keer heb gezien op internet. Je kent het wel, dan wil je naar nou zo'n YouTube-filmpje kijken. En dan krijg je eerst reclame. En die reclame is dan van de Egon, die verzekeringsmaatschappij. En die gaat als volgt: dat een man en een vrouw. Die zijn allebei een beetje op leeftijd. Die staan in de deuropening te kijken naar de buren en de buren die komen aanrijden met een Volkswagen busje. En dan doen ze de zijkant open en daar staat een wasmachine in. En dan zegt die vrouw zo tegen haar man: uh, "Zou jij niet eens even de buren gaan helpen met het sjouwen van die wasmachine?" En die man die gaat dat dan gelijk doen. En even later zie je diezelfde man. Uh, dat die, hij uh, paardje rijden aan het spelen is met een klein kind. En dat kind mag dan op zijn rug zitten. En die vrouw die zit uh, lekker in de stoel. En dan op een ander filmpje zie je hem uh, limbo dansen. Nou, dat doet een man, dacht ik, niet echt, maar die man dan wel. En dan zie je een uh, oudejaarsavondfeest. En dan net voordat het twaalf uur wordt en de klok gaat slaan, gaat die man door zijn rug. En die vrouw die ziet dat wel of die ziet dat helemaal niet. Uh, die gaat uh, lekker toosten met haar uh, vriendinnen. Oh, gelukkig nieuwjaar. En die man die staat helemaal krom van de pijn. En dan op het laatste stukje zie je die twee naar een balie lopen, kennelijk van een of ander uh, gezondheidscentrum. En dan vraagt de persoon achter de balie, wat is er aan de hand? En dan zegt die vrouw, hij heeft last van zijn rug. Als je zo'n vrouw hebt, hè? Ja, ik mag niet aanzetten tot overspal, overspel. En uh, ja, de scheidingen, dat mogen natuurlijk ook niet. Maar. Nou, ik zou zeggen, je bent er klaar mee. Uh, ik heb zo'n vrouw als vrouw gehad. Dat was de moeder van mijn kind, die was ook zo. Die zette mij ook aan het werk. Dat vond ze me heel normaal, hè? Toen kwam ik van mijn werk thuis, de hele dag uh, hard gebuffeld en dan zei ze, ja en uh, ik heb afgesproken met die en die dat jij vanavond even langs gaat om uh, dat en dat te doen. Waarop ik tegen de moeder van mijn kind zei, ik zei ja, heh, ik moet vanavond werken, ik heb helemaal geen tijd, ik moet overwerken, Nou, had ik werk mijn huis genomen en dan moet ik s'avonds nog programmeren, moest ik. Ik kan helemaal niet. Oh, zei ze. Ja, nou, de, dan moet je maar even bellen en uh, zeggen dat je een andere keer komt hoor. Ja, dat doet Perry wel even. Gewoon niet met mij overleggen. Nee, ben jij maf? Nee, zo denken vrouwen. Dat, dat vind ik dus wel heel. Uh, dat vind ik dan goed aan de Egon. Is dat ze duidelijk laten zien hoe de zaken in elkaar zitten in deze samenleving. Ja, vrouwen zeggen gewoon eh, tegen mannen, ga dat doen. En dat ga je dan doen als man, want anders krijg je mythe. En dan die vrouwen maar zeggen, ja, we leven in een patriarchaat, die mannen zijn de baas. Ja, de volgende vrouw die dat zegt en die een klap voor de kanus krijgt, die heeft er zelf om gevraagd. Schop onder de vrouwelijke billen. Wat nou patriarchaat? Die vrouwen die spelen door God gewoon zijn tijd de baas. En je ziet het op zo'n filmpje van de Egon. Dat op het einde, als die man dan door zijn rug gegaan is. Dan, uh, dan komen ze dus in een gezondheidscentrum en dan vraagt die persoon wat is er aan de hand. En dan neemt zij het woord. Zij gaat wel even vertellen dat die man het aan zijn rug geeft. Want dat kan een man namelijk zelf niet. Mannen, dat zijn net grote kinderen. Jeetje. En ik weet het hoor, dat is de moeder van mijn kind. Precies hetzelfde. En er zijn dus mensen die zeggen tegen mij: van ja, Peri, jij had het met de moeder van je kind en al die andere moeders, ja, je hebt het gewoon zelf opgezocht en het is allemaal, het is allemaal je eigen schuld. Had je maar een aardig iemand moeten kiezen. Ja, maar bij de reclame van de egel, dan zie je precies hetzelfde archetype, of nou, dat is niet het goede woord, maar de precies hetzelfde soort vrouw. Precies dat waar ik zo'n ongelooflijke pesthekel aan heb, en waarvan ik ook vind dat mannen daar een pesthekel aan moeten krijgen, en het liefst dat mannen dat inzien, voordat ze met zo'n mokkel, mormel, tussen de lakens gaan kruipen. Want als je er één keer seks mee hebt gehad, dan gaan ze het nog moeilijk doen ook. Maar nou, we hebben toch lekker seks gehad en uh, wat nou dan? Als we er op je in praten ook. En je hangt hoor. En dan het allerfraaiste, op het moment dat die man door zijn rug heen gaat... dat die vrouw zich niks aantrekt van het feit dat die kerel vergaat van de pijnen... Want ze is veel te druk met proosten, met uh, kennissen, vriendinnen, vrienden. Gelukkig niet jaar. En dan helemaal geen oog voor die man. Dat is wat de Egon, die verzekeringsmaatschappij, ziet als appellerend aan hun klantengroep. En ga er dan maar vanuit dat de Egon die wil dat. Nou, de gemiddelde Nederlander, masse, uh, de verzekering overhevel naar de Egon. Dus dit ziet de Egon als de gemiddelde Nederlander. Waarschijnlijk mikte de Egon er dan ook op van. Ja, oké, laten we die man in die reclame maar wegzetten voor een of andere sufkut. Want uh, die heeft er toch niet voor het zeggen als het gaat om de keuze van de gezondheidskostenverzekering. Dan gaat die vrouw wel kiezen. Ze appelleert allemaal aan die vrouwen. En die vrouwen wordt ze voorgehouden, want als jij uh, je gaat verzekeren bij de Egon, dan gaat je man net zo gehoorzaam doen als deze sukkel. Reken maar dat de afdeling marketing van de Egon hierover heeft nagedacht. Zo'n filmpje, dat, dat consumeren jij en ik in 45 seconden. Maar daar worden maanden aan gesleuteld en aan geschaafd, daar gaan hele vergaderingen overheen. Weet je gelijk hoe het in elkaar zit. En dat, met, dat die man door zijn rug heen gaat en dat die vrouw doet. Euh, nee, dat die vrouw drukker is met andere dingen, dat heb ik ook meegemaakt. Dat was er een ochtend. We zaten te ontbijten met z'n drieën, ik, de moeder van mijn kind en het kind. En ik sta op om een paar stappen te doen naar de koelkast om het uit de koelkast te pakken, en ik schiet op mijn rug. Ik zeeg in één zeeg de inheen en de moeder van mijn kind die moest lachen en die zei met een hele vrolijke stem tegen het kind: moet jij eens kijken wat papa raar doet? Ja, papa doet raar, rare. Nou, nou, dit kan papa jou niet naar school brengen. Nou, dan brengt mama jou wel naar school, hoor. Nou, eet maar lekker door, mama brengt je zo dadelijk naar school." Denk je dat zo'n vrouw op zo'n moment ook maar iets tegen de man zegt, van uh, heb je pijn, uh, kan ik je ergens mee helpen, je wil even uh, denk ik op bed gaan liggen, zal ik een pot koffie zetten en die naast het bed zetten, want je zal wel niet gaan werken. Wil je dat ik je werk even bel om te vertellen dat je niet komt? Nee, natuurlijk niet. De moderne vrouw, die laat de man gewoon verrekken. Oh, mijn man heeft rugpijn? Oh, nou ja. Oh, dan kan hij voorlopig geen wasmachine stillen. Nou, goed dat ik het weet. Kijk, en ik neem dan de moeite om deze beschouwing te houden en dan mijn ergernis erover te uiten. Maar reken maar dat 90%, 98%, 99% van de Nederlandse bevolking die ziet zijn reclame en die denkt: ja, zo is het en zo hoort het te zijn en de Egon vindt het ook. Dat is toch gewoon En het is heel vervelend om als man met zo'n vrouw opgescheept te zitten. Je moet de man eens de kost geven wiens relatie niet veel beter is dan zo'n egonrelatie met zo'n egonvrouw. De egonvrouw, de meest vervelende vrouw van Nederland. En de egonman, dat is de meest zielige man van Nederland. Dus alle zielige mannen en al die hele vervelende vrouwen. die gaan allemaal maar bij de Egon. Want ik zit namelijk bij de ONVZ. En dat lijkt me ook een verschrikkelijk goed idee. dat al die vervelende vrouwen. die gaan waarschijnlijk ook het meeste naar de dokter. laten die nou allemaal bij de Egon gaan. En die zielige mannen, ja, die zijn toch al zielig, dus dat maakt niet uit. En die gaan ze maar blauw betalen aan die Egon-premie. Want de Egon-premie gaat binnenkort omhoog natuurlijk. als al die vervelende vrouwen naar de Egon gaan. en dan gaat de premie bij de ONVZ, waar ik zit. Die gaat lekker omlaag. Hmm. Zie je dat helemaal zitten? Dus uh, jij en jouw familie, uh, je hebt ook zo'n tante die zo ongelooflijk dominant is. Uh, ga even beginnen over de egon. Oh, goh. Bij de egon kan je, uh, een of andere slogan moet je even uh, herhalen van de egon. In dit geval was het dat je de fysiotherapie sessies, die kan je meenemen naar het volgende jaar. Dus je mag namelijk acht keer per jaar naar de fysiotherapeut. Maar bij de EGON, als je dan een jaartje dat niet hebt gebruikt, mag je het meenemen naar het volgende jaar. Fijn, hè? Bij de OMVZ weet ik niet of dat ook mag. Maar, maar ja, het doet er ook niet toe. Maar bij de EGON, dan weet je het. Dus als iemand in je familie ook uh, verzekert bij de EGON, dan zeg je: Oh, ja. En dan ga je gelijk uh, op een paar stoelen verderop zitten op die rare verjaardag. Dan denk je: dat soort mensen hier. Ja, daar wil je toch niks mee te maken hebben. Laten we eerlijk zijn. En de Egon, ik vind het wel fijn dat je dat vanaf nu dan weet. Dat bij de Egon. Ja, daar zitten dus hele vervelende vrouwen. Die heel dominant zijn. En ja, die mannen, als die door hun rug heen gaan. Ja, die worden aan hun lot overgelaten. Die vrouwen die hebben leukere dingen te doen. En zo is het bij de Egon. En dat is ook heel normaal bij de Egon. En als die vrouwen wat zeggen, dan moeten die mannen dat gaan doen. Zo is het bij de Egon. Nou. Dat is een goed luk, zou ik zeggen. Hey, ik heb dat hele probleem met die vrouwen heb ik niet meer. Ik wil niet zeggen dat vrouwen geen toegang hebben tot mijn huis, maar uh, uh, ze mogen wel binnenkomen. En ja, ik kan me voorstellen, ik kwam laatst op mijn werk was er een vrouw en die vond ik wel heel erg lief. Echt, was een heel lief, zorgzaam iemand. Ik denk, nou, meisje, meisje. En die had geen relatie. Die had nooit van de leven een relatie gehad. En die was ook niet helemaal. Nou, serieus, ik wil niet zeggen dat ze gek was. Of, uh, maar maar ze was in ieder geval ontzettend lief. En ze praten een beetje langzaam. En ze had niet echt een spraakgebrek. Maar. Nou, ze was niet helemaal knijs. Maar wel heel erg lief. Toen dacht ik, nou, het speelt dan toch even door je heen. Hè? Dat je denkt, nou ja, als je dan toch je leven wil delen met een ander. Dan denk ik, nou ja, zo'n vrouw. Maar ja, die woont nu nog samen met de broer. Maar toen dacht ik ook, van, ja, als die broer nou wat ouder is dan zij. En die komt binnenkort te overlijden. Ja. Dat speelt dan wel even door je heen. En dat was dan ook echt een vrouw die heel erg lief is. En dat gelijk merkt. Die pik ze er zo uit. En al die bazige types. Die egonvrouwen. Oh, oh, oh. Afschuwelijk. Ah, mijn moeder. Dat is er ook zo een, hoor. Dat is ook zo'n egonvrouw. Oh, dat kan Perry wel even doen. Perry, ga jij dus even dat doen? Jeetje. Ik weet nog want dat was twee jaar terug. Dat mijn moeder mij belde en zei we ja. Ik heb de, de familie van je vaders kant al een hele tijd niet meer gezien. En uh, ik dacht, als jij nou eens even zus en zo gaat organiseren. Nou, toen organiseerde ik dat van helemaal voor haar. Kreeg ik daar nog kritiek op ook dat ik het niet goed georganiseerd had? En na afloop werd ik niet eens bedankt. Nee, mijn moeder heeft gezegd: Moet je luisteren, ik ben een soort egonvrouw. vrouw en ik uh, heb dan af en toe een idee. En dan, uh, nou, dan bedenk ik welke man dat moet gaan doen. En dan ga ik naar die man toe. En dan zeg ik, ik: Ga dat eens even doen. En dan heb ik mijn werk weer gedaan. En dat doe ik allemaal helemaal voor niks. Dat doe ik alleen maar omdat ik zo'n goede Egonvrouw ben. Ja, 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 ja. Nou, ik ga dat soort dingen niet meer doen. Dan dus mijn moeder mij weer zal bellen en zeggen: Ik heb de familie al zijn tijd niet gezien. Dan zeg ik: Oh. Als mijn moeder dan zegt, van, nou, ik dacht van, dan ga jij dat wel eventjes zus en zo doen. Dan ga ik tegen haar zeggen, nou, de vorige keer heb ik dat ook gedaan voor jou. Je hebt me van tevoren alleen maar commentaar gegeven en achteraf niet eens dankjewel gezegd. En ik heb er geen zin in. Ja, het duurt even voordat je erachter komt. Ik ben al zestig, maar nou ben ik erachter. Ik doe het gewoon niet meer. Die vrouwen, is, je spant je voor ze in en er komt echt helemaal niks voor terug. Ik heb voor, voor mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, heb ik dingen gedaan. Daar heb ik me echt voor ingespannen. Maar van Wim komen de dingen terug. Dan kan ik ook tegen Wim zeggen, wanneer Wim? Kan je even zus en zo? Laatst had ik ook Wim gevraagd, dat was beste klus. Had ik allemaal oude troep, niet zo klein beetje, maar echt heel erg veel. Dat ik dan wist, ik had die troep natuurlijk al langer, maar ik had er nu eindelijk alles uh, gescheiden tussen... Uh, Oude troep van waarde, die is allemaal netjes opgefrist en opgeborgen. En echt echte oude troep, die moest naar de Vaundersbelt. Of naar het afvalbrengstation. Nou, en dan komt Wim kom langs met zijn bus. En dan moeten we met z'n tweeën een uh, showen, sjouwen, jongen. En dan uh, naar dat afvalbrengstation. En daar moeten we natuurlijk weer sjouwen, om alles in de juiste containers te gooien. En dan moet Wim mij weer uh, voor mijn woning afzetten. En dan zei ik tegen Wim: van, Nou, uh, we hadden een tientje afgesproken, toch? Dat had ik tegen hem gezegd, hè, want ik betaal je wel een tientje. Ja, als ik de gemeente laat komen, dan kost me dat 35 euro. Dus nou, uh. doe maar een tientje. En toen zei Wim: Nee. Nee, ik zei die laat dat tientje me zitten, want uh, dat en dat heb jij toen en toen voor mij gedaan, en dat en dat heb je ook nog gedaan. En uh, nou zie dit maar als een vergoeding voor wat je toen en toen hebt gedaan. Kijk, van een man, zoals mijn ervaring dan, hè, van een man, eh, ja, dan krijg je dingen terug, maar bij vrouwen niet. Puh. En zeker, uh, zolang we nog verzekeringsmaatschappijen, Allah de Egon die die vrouwen nog een beetje gaan lopen steunen ook. Van, kijk, zo, zo moet het, mevrouwtje van de e-gonnetje, Zo moet je je mannetje onder de duimpje houden. Tje. Jeetje. Stel ik je door, trap marketinglui. Ja, ik neem het ze niet kwalijk, hoor. Want, uh, tot verrekening, het zijn die vrouwen zelf die erom vragen. Maar ze, ze, ze doen het zelf. Ze vinden het heerlijk. Ze vinden het het beste wat er is. En dan gaan we lekker lopen beweren dat we onderdrukt worden. Dan gaan we de hele tijd overlopen zeuren. En onderhand zijn wij degene die de lakens uitdelen. Zeg, zou jij niet even de buren gaan helpen? Hey, moet je het een keer omgedraaid zien, hè? dat de Egon een reclame had gemaakt van uh, de buren, uh, die, die hebben een feest gehad of zo, En er is een enorme afwas in de keuken. En dat die man dan uh, met zijn vrouw even langskomt om een kopje thee te lenen of een kopje thee te drinken ofzo. En die ziet die hele smerige keuken. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, zeg, zal jij niet eens eventjes gaan helpen daar in de keuken? Kijk wat een puinhoop het is dat zeg. Ga jij maar eens even afwassen even later is er een kinderfeestje en dan zit die man die zit lekker met de kinderen een beetje te hupsen hopsen op de bank en die vrouw die staat weer in de keuken af te wassen en op een andere gelegenheid staat die vrouw weer in de keuken af te wassen en dan krijgt die vrouw een enorme uitslag van eczeem en die heeft helemaal behalve bloedende handen en die man die zit lekker met zijn vrienden voetballen te kijken en die roept naar haar van zeg zou je een beetje bier gaan halen. En dan zegt die vrouw, ja, maar mijn handen zitten helemaal onder het XC. Ik kan bijna niks meer vastpakken. dat die man, oh jee, wat dat weer? Nou, dat zien we morgen wel, hoor. En dan de volgende dag, dan gaat hij met zijn vrouw gaat hij naar het gezondheidscentrum. En dan vraagt diegene achter de balie, die vraagt, wat is er aan de hand? En dan gaat hij die vrouw niet zelf laten antwoorden. Nee, dan gaat die man zeggen, ja, ze hebben het aan haar handen. XC of zo. En dan grote reclame van de ego. Ja, eczeembehandeling kan je ook meenemen naar het volgend jaar. Als je dat zou doen, hè. Nou, dan komt de hele wereld over je heen. Want het is een verschrikkelijk geval van vrouwenonderdrukking en mishandeling. Nee, van een, van een man wordt het niet gepikt dat hij zo met een vrouw omgaat. Echt niet. Maar van vrouwen wel. Bij vrouwen is zo'n reclame zo uitgevoerd. met zo'n vrouw die zo lekker dominant is. en een kerel in de rondte commandeert. Dat wordt gezien als. Uh, ja, leuk. Nee, dat is, ja, is toch wel een humoristische reclame hoor. Moest er toch wel een beetje om lachen. Nou, ik moet er helemaal niet om lachen. Want ik heb het net echt meegemaakt. En dat is helemaal niet leuk. Want jij kan het wel even doen. En doe jij er maar zus. En doe jij dat maar zo. En dan heb je een keer een probleem. Ik kwam een keer van het ziekenhuis terug. En ik dacht een klein dingetje aan mijn voet te hebben laten doen. En dat was me toch een probleem geworden, man. En ik kwam dus terug met krukken. En zij zat in de keuken thee te drinken met haar, ja, degene waarvan ze van mij had gezegd dat het de ex was, maar dat was de ex helemaal niet, dat was de vriend. Maar goed, dat heel lang verhaal, eenmaal een leugen toestand. Maar ze zat met die kerel in de keuken. Ze ziet mij binnenkomen, strompelen met die krukken. En ze stond niet eens op om de deur naar beneden open te houden. Ze zei van hallo. En aan de, andere, de andere vriend vroeg ze: wil jij een beetje thee? Ja, wat ik van de week ook zei, hè? en daar was ik dus, maar daar was jij toch ook hè? toen. Ja, er was de aanbieding toch, hè? bij de Albert Heijn. Nou, precies, hè? En, en die, die kwebbelde gewoon lekker door. En dat ik daar liep te stuntelen met die krukken en verrekte van de pijn interesseerde er helemaal niks. Zo zijn vrouwen. Dat heb ik gemerkt. En dat wordt geaccepteerd door de omgeving. Mijn moeder heeft er ook geen enkel probleem mee als ze dit soort dingen weet, dat haar schoondochter zo deed. Maar dat vindt mijn moeder helemaal niet erg, want dat is een vrouw. En die vrouw van de Egon, die doet het toch ook zo? Ja, maar met die, die samensweringstheorie van de mensen die dus zeggen van ja, het zijn die Joden. Het zijn die Joden, die zijn de baas. Ja, dat geloof ik dus niet. Ik zou nog eerder zeggen, het zijn die vrouwen. Het zijn die vrouwen, die, die zijn, uh, dat is de grote samenswering. <laughs> en daar heb ik nog meer gelijk dan diegenen die zeggen dat het de joden zijn. Die hebben echt geen gelijk. Maar vrouwen zijn wel de degenen die het meest links stemmen. En nee, er is geen verschil tussen communisme en socialisme. Dat is allemaal onderdrukking. Dat is allemaal uh, zogenaamde heerschappij voor de vrouwen. Echt waar. Nee, het is een mooie boel. Maar wel heel informatief, vind je niet, van de EGON? Dat ze er nou als verzekeringsmaatschappij rond vooruit komen. Al die bitches van vrouwen en al die sukkels van mannen. Daar hebben wij de perfecte polis voor. Dus ben je een bitch van een vrouw of heb je een sukkel als een kerel... dan zou ik er echt overwegen om de ONVZ, als je die hebt, op te zeggen. Of de Nationale Nederlanden, opzeggen. En het hele handeltje over te verhuizen naar de EGON. Want daar hoor je thuis... En dat zou me niet verbazen hoor, dat dan de premie bij de ONVZ uh, lekker begint te zakken. Want dan komen daar alleen maar de rationele mensen. De rationele mensen die respectvol met elkaar omgaan. Dusdanig dat als je partner door zijn rug heen gaat, dan, ook al ben je aan het proosten, ook al heeft Ajax gewonnen. Maar als je door je rug heen gaat, je partner door zijn rug heen gaat. dan, uh, dan heb je midden: Oh, 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 Piet, wat is er aan de hand? Piet, Piet gaat het nog een beetje? In plaats dat je gewoon de andere kant op kijkt en doet alsof je neus bloedt. en lekker gelukkig nu ja gaat lopen zingen met je vriendinnen. Ja, dan gaan we naar de Egon. <laughs> Nog een keer zeggen. En dan gaan we naar de Egon. <laughs> de kracht van de herhaling. Ga dan met de Egon. Daar horen dat soort mensen thuis. Dat is de klant die de Egon zoekt. Daar hebben ze over nagedacht. Want ze weten dat dat de meerderheid is van de Nederlandse bevolking. En ze willen graag een zo groot mogelijke klantenkring. En dat die mensen, ja, omdat ze zo vervelend zijn. En dat gaat natuurlijk gepaard met allemaal gezondheidsklachten. Want het is heel slecht voor je karma om zo te doen. Dus dan krijg je allemaal kwaaltjes en zo. Maar dan gaat weliswaar de, de, de uitgaven van de EGON gaan dan omhoog. Maar dan doen ze gewoon de premie omhoog. Wat maakt het nou uit? En dan blijft de premie bij de ONVZ. Ja, daar blijven alleen de mensen over die zijn rationeel, die zijn vriendelijk, die hebben allemaal goed karma, die hebben veel minder gezondheidsklachten. Nou, dan gaat de premie bij de ONVZ lekker omlaag. En dan misschien dat we dan bij de ONVZ, dat ik dat dan in de raad van de bestuur moet namens de cliëntelen. En dat we dan ook bij de gezinnen langs gaan die verzekerd zijn bij de ONVZ. En dat we dan daar constateren dat daar dus mensen hun handeltje hebben ondergebracht bij de ONVZ. Maar die hebben ook zo'n dominante vrouw. Dat dan die mensen vriendelijk maar dringend wordt verzocht om bij de Egon te gaan. Ja. Kijk, uh, ik moet er even over nadenken hoe ik dat precies de OMVZ ga verkopen. Maar. Ja. Kijk, als we het gaan hebben over het besparen op de premie. In mijn geval gaat het toch eventjes over 110 euro in de maand, snap je? Kijk, dat is voor mij toch al gauw uh, 7 uur werken. Nou, dat is 7 uur die ik ook best wel uh, op een andere manier wil doorbrengen. Bijvoorbeeld op mijn Bips. Met mijn compiler. Ik uh, ben weer aan het programmeren namelijk, Daar heb je een compiler voor nodig. Voor als hobby hoor, verder uh, niks serieus. Nou, dan ga ik dat toch liever doen een beetje 7 uur in de maand werken voor die 110 euro die ik aan de ONVZ moet betalen, nou, dat mag best een, een gaatje minder dat het 10% vanaf gaat, dan is het toch een, uh, bijna een uur werk in de maand wat ik dan minder hoef te doen. Ja, maar dat vind ik leuk. Ja, anders ben ik snap je. Maar ja, de, dat moeten we dan nog even bekijken hoe dat allemaal afloopt. Maar in elk geval voor jou uh, goed weten uh, wat de EGON van een maatschappij is. Hoe de EGON zichzelf profileert. Daar hebben ze enorm lang over nagedacht. Dat marketingbureau, dat kost klauwen met geld. Dat reclamebureau, wat keurig het concept van het marketingbureau heeft uitgevoerd, dat kost ook klauwen met geld. Uh, Kortom, het gaat hier over een reclamecampagne. En die heeft gekost etterlijke tonnen aan euro's. Nou, ja, dat is heel bewust, doelbewust uitgegeven? Nou, dat is de clientele van de Egon. En herken je jezelf erin? Hup naar de Egon. Herken je jezelf er niet in? Dan kom naar de ONVZ. Lekker bij Perry in het fonds. <laughs> en tegen jullie, tegen jullie, die eigenlijk naar de Egon moeten, zeg ik tjus! <laughs> En tegen jullie die denken van nou, wij zitten al bij de overzet en het is heel gezellig met Perry. Of wij zitten niet bij de egel, maar wij zijn toch heel erg aardig. Tegen jullie zeg ik op zijn hamburgers. tjus en dag lieverds.